Dus onze chatbot in WhatsApp kan kandidaten helpen met vragen, maar ook helpen om te solliciteren. En als ze dan eenmaal in dat ATS, in je recruitment systeem eigenlijk staan, kunnen we ook vanuit dat systeem eigenlijk weer door middel van WhatsApp heel snel contact met ze leggen. Donderdag 15 oktober is de eerste editie van Demo Day België. Een online event waar recruteerders en HRM-professionals zich kunnen laven aan de nieuwste tooling voor recrutering. Tussen de 15 en 20 verschillende leveranciers van recruteringstechnologie geven daar acte de présence en een van deze leveranciers is Joboti. Vandaag bij mij heb ik de co-founder van Joboti en ook de account executive van CM. Zouden jullie jezelf even kunnen voorstellen en ook vertellen wat jullie doen en hoe dat jullie exact samenwerken met elkaar? Ik ben Raf. En binnen CM.com België werk ik als account executive. Dagelijks zijn we bezig met organisaties te helpen om hun customer experience te optimaliseren door middel van messagingkanalen te gaan inzetten. Naast het begeleiden van nieuwe klanten ben ik eveneens verantwoordelijk voor het opzetten van partnerships. En ja, CM.com is 20 jaar geleden opgericht en eigenlijk helemaal geëvolueerd van een SMS-dienstverlener naar de full-service communicatieprovider die we vandaag de dag zijn. We zijn actief in vooral vier verschillende domeinen. Op vlak van messaging zijn we bijvoorbeeld business solution provider voor WhatsApp. We bieden ook voice-oplossingen aan en SIP trunking. We zijn een payment solution provider. En ons eigen platform hebben we zelf ontwikkeld en is in eigen beheer. En daar bieden we onder andere features aan, waaronder ticketing, en bijvoorbeeld onze sign-oplossing, waarbij je digitaal documenten kan ondertekenen. We zijn een snel groeiend bedrijf met een internationaal karakter, inmiddels actief in meer dan 18 landen, wereldwijd met lokale kantoren. En het hoofdkantoor is gevestigd in Breda. Onze visie is dat mobiele technologie mensen in staat stelt om te communiceren en betalingen te doen met bedrijven wereldwijd. En wat technologie ook mogelijk maakt, we geloven dat mensen het verschil maken. Ja, Luc? Ja, dat is een heel mooi bruggetje, Raf. Wij geloven vanuit Joboti ook dat mensen het verschil maken. Mijn naam is trouwens Luc van Erven, medeoprichter, wat Neil ook al zei, van Joboti. Een HR-tech-startup gevestigd in Amsterdam, met klanten in Nederland, België, Spanje en Scandinavië. Wij bouwen virtuele recruiters in de vorm van chatbots. Maar ik ben zelf recruiter geweest en ik geloof heilig ook in de menselijke impact en het bestaan van echte recruiters. En juist daarom hebben we die virtuele recruiter gemaakt om alle eigenlijk saaie en repeterende taken van de recruiter eigenlijk zoveel mogelijk over te kunnen nemen. Zodat je als recruiter veel meer tijd over hebt voor de hartstikke mooie dingen in het vak waar je ook echt impact kan maken in het kandidaatcontact. Zouden jullie nog een korte pitch kunnen geven wat jullie tool exact doet? Heel erg leuk om tijdens Recruitment Tech in België te laten zien waar Joboti in combinatie met CM jouw eigen recruitmentprocessen verder kan optimaliseren. Wij bouwen eigenlijk virtuele recruiters die op een website kandidaten kunnen helpen met de meest gestelde vragen direct te beantwoorden, 24/7. Of ze door chat te laten solliciteren. En dat kan een webchatbot zijn, maar dat kan tegenwoordig ook in de samenwerking met CM, ook via WhatsApp. En wij zien dat veel kandidaten WhatsApp een heel prettig kanaal vinden om te solliciteren. Eigenlijk veel leuker ook vaak vinden dan via een formulier te solliciteren. En onze opdrachtgevers ervaren dan ook een hogere conversie. Dus onze chatbot in WhatsApp kan kandidaten helpen met vragen, maar ook helpen om te solliciteren. En als ze dan eenmaal in dat ATS, in je recruitment systeem eigenlijk staan, kunnen we ook vanuit dat systeem eigenlijk weer door middel van WhatsApp heel snel contact met ze leggen. Korte vragen stellen, bijvoorbeeld of ze geïnteresseerd zijn in een nieuwe opdracht, of dat ze beschikbaar zijn, of ze bijvoorbeeld op de hoogte houden van hun sollicitatieproces. Dus wij willen je tijdens de breakout sessie meenemen in wat WhatsApp nog meer kan dan de huidige toepassing die je waarschijnlijk gebruikt om af en toe een keer een appje te sturen naar een kandidaat. Wat een chatbot op je website of in WhatsApp kan doen
en je kandidaat kan helpen in een betere ervaring, maar jou ook kan helpen in het creëren van een efficiënter recruitmentproces waar je misschien wel veel sneller kandidaten contact kan leggen. Jullie hebben ook een breakout op Demo Day. Wie gaat die exact geven en waarover gaat deze gaan? Nou, ik denk dat we, en dat is denk ik het leuke, in samenwerking met CM en Djibouti, dat Raf en ik graag van jullie laten zien wat WhatsApp Business bijvoorbeeld nu allemaal voor jouw recruitmentproces kan betekenen. En Raf en ik zullen daar in duo dat verhaal brengen. Ik meer natuurlijk vanuit wat een chatbot kan doen. En ja, Raf is de expert wat WhatsApp Business en in die combinatie met die chatbot dan kan betekenen voor je kandidaat en voor je eigen proces. Wie kan er dan eigenlijk het beste gebruik maken van jullie tool? Voor wie is jullie tool dus het meest interessant? Wie kan het beste komen naar jullie breakout? Eigenlijk is iedereen die werkzaam is op het vlak van recruitment kan aanwezig zijn. Voor corporate recruiters, voor het werven en selecteren van kandidaten in de organisatie waar ze dan eigenlijk zelf aan de slag zijn. Daarnaast alle mensen die werkzaam zijn in uitzendkantoren en natuurlijk last but not least alle headhunters van deze wereld. En waarom moeten mensen onze breakout volgen? Ja, we willen beslissers en beïnvloeders op het gebied van HR en recruitment meenemen in het verhaal hoe je met een chatbot in WhatsApp de verschillende fases van het sollicitatieproces kan optimaliseren. En dit tijdens de volledige candidate journey. Dus ervoor, tijdens en effectief ook na dat proces. Jullie hebben natuurlijk al een heel sterke samenwerking, zie ik. Maar voor de mensen die daar in de toekomst met jullie zouden willen samenwerken, waarom zouden specifiek naar jullie breakout moeten komen en bijvoorbeeld niet naar andere breakouts op Demo Day? Ja, leuke vraag. Ik wil uiteraard niemand zwart maken die tijdens hetzelfde tijdstip zijn presentatie of zijn breakout geeft. Dat zal ongetwijfeld ook hartstikke interessant zijn. Alleen, ja, waarom je toch eigenlijk stiekem voor ons moet kiezen, denk ik, en ik hoop dat Raf daarmee mee eens is, is dat chat in deze generatie en in deze periode niet meer weg te denken is. Ik denk dat het kanaal is WhatsApp in Nederland en België. En juist daar kunnen wij met onze tooling je denk ik op weg helpen en heel praktisch en concreet laten zien wat je naast wat je nu al doet met WhatsApp nog veel meer kunt doen met WhatsApp. Dus ja, we hopen toch echt dat je voor onze sessie gaat kiezen. Ja, en zoals Luc het dadelijk al aangaf, we willen beslissers en beïnvloeders op het gebied van HR en recruitment meenemen in heel dat verhaal. Hoe je met een chatbot in WhatsApp de verschillende fases van het sollicitatieproces kan optimaliseren. En dit tijdens de volledige candidate journey. Dus voor, tijdens en na dit proces. Dank u Luc en Raf voor dit interview. Ik kijk er naar uit om jullie breakout dan ook te zien op Demo Day Online België. Aangenaam om jullie en als ook jullie tool vandaag iets beter te leren kennen. Leuk. Graag gedaan. Alright, tot ziens. Tot.